Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art & Leisure. Houdt u ook zo van de lente? Dan moet u zeker een keertje naar het Uffizi in Florence. Want in een van de zalen vindt u een schilderij waarop het altijd lente is. En dat is La Primavera van Sandro Botticelli. Dit schilderij is een van de absolute publiekslievelingen van het museum. Maar het is ook een van de meest complexe schilderijen uit de hele collectie. Zoals de naam al zegt, gaat het hier over de lente. Maar er zit ook volop huwelijkssymboliek in en liefdessymboliek. En daarover ga ik u graag wat meer vertellen verderop in deze video. Maar eerst neem ik u heel graag mee naar de wereld van Botticelli waarin dit soort werken tot stand konden komen. En die wereld werd gedomineerd door de Medici. In Florence waren de Medici de de facto machthebbers. We weten dat ze allemaal ontzettend veel hielden van kunst, maar er was er eentje die met kop en schouders er bovenuit stak. En dat was deze man, Lorenzo il Magnifico, een groot mecenas. Hij verzamelde een kring van geleerden om zich heen, filosofen, letterkundigen, dichters en dus ook schilders. En Botticelli hoorde tot die kring. In die kring werden, zoals het in de Renaissance natuurlijk hoort, de wedergeboorte der klassieken, werden klassieke geschriften opnieuw gelezen. Maar binnen die kring werden ze ook voorzien van een nieuwe, vaak christelijke betekenis, die vaak nog eens een keertje heel complex was. En dat is iets wat we terugvinden in de werken van Botticelli. Ook La Primavera heeft een diepere betekenislaag waar tot op dit moment de kunsthistorici nog niet over uit zijn. Het zal waarschijnlijk alleen voor de ingewijden van die tijd mogelijk zijn geweest om het beeld volledig helder te krijgen. Maar wat is de link tussen La Primavera en de Medici? Eigenlijk heel simpel. De opdracht voor dit schilderij werd zeer waarschijnlijk gegeven door Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. En als hij zelf niet de opdracht heeft gegeven, dan zal hij het werk als geschenk hebben gekregen ter gelegenheid van zijn huwelijk. Het hing in ieder geval boven zijn huwelijksbed. En daarom zit dit werk dus zo boordevol huwelijks- en liefdessymboliek. En we gaan naar die symboliek kijken. En daarmee beginnen we dan met de figuur in het midden. Dit is de figuur van Venus. Venus kennen we normaal gesproken als de godin van de liefde, die naakt wordt weergegeven. Hier is ze echter van top tot teen gekleed. Ze draagt hier de dracht die passend werd geacht voor getrouwde vrouwen uit Florence. En de vraag is dan, hoe herkennen we haar dan toch als Venus? Nou, simpelweg door haar belangrijkste attribuut boven haar te laten zweven. Haar zoontje Amor, die hier geblinddoek zijn pijltjes afschiet. Venus wordt hier heel centraal geplaatst in de weergave van de lente. En daarmee wordt het voorjaarsseizoen onlosmakelijk verbonden met de liefde. Als we kijken naar de ruimte waarin zij zich bevindt, die tuin, die paradijselijke tuin, dan zien we dat achter haar hoofd als het ware een aureool gevormd wordt door een myrtenstruik. En die myrte wordt gezien als een huwelijksplant. Bovendien bevindt ze zich tussen de sinaasappelbomen. En de hoeveelheid sinaasappels in dit schilderij geeft aan dat er veel overvloed is. Een uiting van hoop voor de toekomst van dit huwelijk. Een voorspoedig huwelijk. Maar die sinaasappels die zijn ook weer te relateren aan de pallen, de bollen, zeg maar, in het Medici-wapen. En zo zien we dus ook zelfs letterlijk Medici-referenties in dit werk terug. Venus die wordt vaak bijgestaan door drie prachtige vrouwen, de drie gratiën. Ze zijn hier heel sierlijk dansend, lichtvoetig weergegeven. En deze drie vrouwen zien we dus vaak in het gevolg van Venus. En de consensus is dat zij drie aspecten van de liefde weergeven. De liefde zelf, schoonheid
en kuisheid. En zo hebben we weer die liefdessymboliek. Echter, de drie gratiën zijn ook terug te vinden in de context van flora. En de opkomst, de geboorte van flora, zien we aan de rechterkant van het schilderij. Daar beginnen we te lezen met de gevleugelde westenwind. Zephyr wordt hij genoemd. En die figuren die de wind uitbeelden, die kunt u vaak herkennen aan de bolle wangen. Dat ziet u ook hier weer terug. En op een dag zat Zephyr achter een nimf aan, de nimf Chloris. Hij wilde haar grijpen. En het lukte hem. Hij wist haar vast te grijpen, hij nam haar mee en hij trouwde met haar. Maar hij maakte haar ook tot Flora. En dat valt te lezen in Ovidius Fasti. En dat zien we hier eigenlijk in drie figuren samengevat door Botticelli. Zephyr grijpt Chloris. Chloris schreeuwt, maar in plaats van dat er geluid uitkomt, komen er bloemen uit haar mond. En die bloemen die vallen weer in de armen van Flora. Zij wordt Flora. De armen van Flora liggen vol met rozen, maar ook haar hele gewaad zit vol met bloemetjes. Bloemetjes met een symbolische betekenis, van onschuldige madeliefjes tot rozen. De rozen natuurlijk als symbool ook weer van de liefde. En zij strooit die bloemetjes in het rond, zoals dat in de lente gaat. Dan gaat alles weer groeien en bloeien. Maar de overdaad van die bloemetjes kunnen we weer relateren aan de overdaad waarop je hoopt bij een huwelijkspaar. Deze godin, die Flora, die staat daarmee dus niet alleen maar voor de lente, maar ook voor vruchtbaarheid. En ook dat is iets dat je als huwelijkspaar hoopt te krijgen. Een groot, sterk nageslacht. En hoewel we dus de lente in feite vanaf rechts zien opkomen, via de wind en Chloris naar Flora, zien we dat aan de linkerkant van het schilderij nog het laatste zuchtje wind en de laatste winterwolkjes eruit worden gestuurd. U ziet hier de boodschapper van de goden, Mercurius, herkenbaar aan zijn gevleugelde hoofddeksel en schoentjes en natuurlijk aan zijn dubbele slangenstaf. En die zwaait hij hier in de lucht. En die zwaait hij naar een wolkje, om dat binnengedreven kleine wolkje weg te jagen. Want, zoals antieke schrijvers, klassieke schrijvers en de hofdichter van de Medici, Angelo Poliziano, ons vertellen, in de tuin van de Hesperide, in de tuin van Venus, is geen ruimte voor de wolken. Een van de eerste beschrijvingen van het schilderij La Primavera werd gemaakt door Giorgio Vasari, de kunstenaarsbiograaf, die midden 16e eeuw zijn leven schrijft. Hij noemt het schilderij daar als onderdeel van de collectie van de Villa Medici in Castello. Maar hij noemt dit werk in één adem met een ander schilderij van Botticelli, met de geboorte van Venus, dat u hier ziet. En dat heeft heel wat in gang gezet. Want eeuwenlang werd daardoor gedacht dat de Primavera en de geboorte van Venus als pendanten van elkaar gezien moesten worden. Als een vaste set, dat ze bij elkaar hoorden. En dat is zeker niet het geval. Er werd dan gezegd, de geklede Venus naast de naakte Venus. Maar de twee schilderijen hebben verschillende afmetingen. En ze hebben zelfs een andere drager, waardoor er van een geplande set geen sprake kan zijn. En zo ziet u dus dat dit werk van Botticelli ontzettend rijk is in zijn symboliek. Een symboliek waar u wel even de tijd voor moet nemen om alle details te kunnen bekijken. Dus ik zou zeggen, ga naar het Uffizi en heb heel veel geduld. Want vaak staan er heel veel mensen voor dit schilderij te wachten. Maar het is wel heel fijn als u dan vrij zicht heeft op La Primavera en kunt genieten van al die prachtige details. Voor nu wil ik u heel graag danken voor het kijken.
Mocht u zich willen abonneren om geen enkele video te missen, dat kan, dan drukt u even op de knop abonneren hieronder. En ik zie u heel graag een volgende keer weer terug bij een volgend kunstwerk.